De Nationale Assemblée heeft gisteren de ontwerpwet staatsbegroting 2023 goedgekeurd met 27 stemmen voor en 12 tegen. In de begroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het dienstjaar 2023. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zei dat er thema-vergaderingen moeten komen om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen. Obed Kanapé van de ABOP haalde aan dat de regeringsleiders doelen stellen om de samenleving te dienen. Hij voegde eraan toe dat de samenleving niet kan voortbestaan zonder een begroting. Voorzitter, terwijl velen niet beseffen dat we hier voor een historische begroting staan, voorzitter. Een historische begroting waarbij in de opbouw voor het eerst wij goed opletten wat onze verdiencapaciteit is, wat onze inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Voorzitter, op basis daarvan hebben wij uitgezet op basis van de inkomsten om verder te kijken naar andere verdiensten of andere hulpmiddelen of leningen om additionele programma's te doen. En tegelijkertijd, zoals we ook gesteld hebben, regering, die evaluatie moet komen en tegelijkertijd de bescherming van de samenleving. Maar vergeet u niet te blijven communiceren met uw samenleving. Beheers uw waarheid en laat dat gelden in alle hoeken van deze samenleving. En if you naba money, taki naba money. De fracties van de NDP, NPS en BEP hebben hun goedkeuring niet gegeven aan de begroting. Rabinder Permeser van de NDP verklaarde dat de begroting niet in lijn staat met de actuele uitdagingen van het land. Ronnie Assabina van de BEP vindt de begroting niet realistisch. Het negeert de roep vanuit de samenleving en men kiest toch voor een heilloos pad van IMF. Het is zeer non-transparant en men gaat maar door met het verspillend, onsamenhangend beleid. Wij stemmen tegen, voorzitter. Wij willen de regering een signaal geven dat het anders moet en het ook anders kan. Dat zaken over een andere boeg gegooid moeten worden. We vinden de begroting niet realistisch. De regering is niet vastberaden en niet doortasten om de middelen te halen daar waar die gehaald moeten worden, voorzitter. Het parlement is op maandag 13 februari van start gegaan met de behandeling van de begroting. Na de stemming zijn er twee moties behandeld, waarvan één is verworpen.